kijkt naar de nieuwe vlog. De laatste keer dat ik vlogde zaten we nog in het ziekenhuis. En sindsdien zijn er eigenlijk gewoon een aantal positieve veranderingen gaande. Zo heb ik een nieuwe vlogcamera. En we zijn ook uit het ziekenhuis. En, dus ik dacht het is tijd voor een nieuwe vlog. We zijn ook namelijk aanbeland bij een nieuw hoofdstuk in het leven van ons en van baby. En dat houdt in dat haar stokken met een newborn seat die hier achter mij staat, om wordt gebouwd naar een volwaardige kinderstoel. Zodat ze lekker rechtop kan zitten, actief mee kan doen aan tafel. En nou ja, dat is natuurlijk erg leuk voor zo'n klein kindje. Van stokken kreeg ik een aantal leuke spulletjes opgestuurd voor het ombouwen van de kinderstoel. Dus in deze video laat ik je eigenlijk een beetje de unboxing daarvan zien. En laat ik je zien hoe je dus de stokken met newborn seat ombouwt tot een volwaardige kinderstoel. Dus kijk gezellig mee en dan klets ik onder wel even verder. Het eerste doosje is een klein doosje. Dit zou wel eens een dienblaadje kunnen zijn. Of dienblad, eigenlijk zo'n tray die je over de kinderstoel doet. Zodat ze een plankje hebben waar je het bordje op kan zetten. Dat leek me gewoon heel handig. Want wij voeden baby volgens de Rapley-methode. Dus ze mag zelf zien, experimenteren hoe ze het voedsel in haar mondje stopt. En dat is best wel handig als het bordje of het plateautje kan staan. En ze niet helemaal bij de tafel hoeft te zitten. Want dan heeft ze in ieder geval een beetje haar eigen plekje. Dus ik ben benieuwd. Ik had hem in de kleur wit besteld. Oh. Nou, dat is ook altijd een surprise. Dit is dus het kussentje. De cushion. De trip-trap cushion. Dit is volgens mij de pink chiffon. Want het leek me erg leuk. Ik heb 3 meiden en over het algemeen, heb ik niet heel veel met roze na 3 meiden. Maar ik vond het wel heel erg leuk om nou gewoon roze kussentje in het stoeltje te hebben. Dat staat zo leuk bij wit. Dus ik ben blij. Dankjewel Stokke dat ik deze heb gekregen. Ik zal hem straks ook even openen zodat jullie hem beter kunnen zien. Ik neem even een mesje erbij. Ik kan natuurlijk nooit een schaar vinden als het nodig is. Dus het is heel erg een heel lief zacht pinkachtig kleurtje. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het echt wel schattig. Leuk. Ik hou daar wel van die hele zachte kleurtjes. Gewoon subtiel roze. Niet te schreeuwerig roze. Voordat ik weer wat zeg, dat blijkbaar niet zo is. De stokken tray, zoals je ziet. Dit is dus het dienblaadje waar ik het over had. Dat leek me ontzettend handig, omdat wat ik zei, wij voeden baby volgens de Rapley-methode. Dus dan kan ze hier haar voedsel opleggen. En opleggen eigenlijk natuurlijk gewoon in een bordje, laten we eerlijk zijn. Maar dan kan ze het vanaf het plateautje makkelijk in haar mond stoppen. En ik denk dat het heel handig is. Dus dan heeft ze gewoon echt haar tafeltje. En ik ben heel benieuwd hoe ze hier straks achter zit, hoe parmantig. Op de achterkant staan instructies van hoe je het erop klikt. Dus daar zal ik straks even naar kijken als ik het erop maak. Maar voorlopig laat ik hem. Ik haal hem er gewoon uit. Het is heel makkelijk. Het is gewoon een wit plateautje. Kijken of ik iets vergeten ben. Er zit een handleiding bij met verschillende talen, dus daar moet ik wel uitkomen. Ik ben heel benieuwd. Wat erin zit. Dit. Kun je het zien?
Dit is dus de TripTrap Babysit. Hier kun je dus je kindje inzetten. Deze is, deze is handig van de leeftijd van 6 maanden tot met 3 jaar. Mijn kind is inmiddels 8 maanden, dus we zijn iets later. Maar goed, ze past hier dus prima in. Dus tot de komende 3 jaar. We hebben deze newborn set eigenlijk gebruikt tot de leeftijd van 8 maanden. Dus mocht je je afvragen van, is het het waard? Absoluut, ik ben echt zo tevreden met onze newborn set. Die hebben we zelf gekocht. En ik vond het toch van tevoren wel heel belangrijk dat ze al vanaf begin af aan gewoon de eetmomenten aan tafel mee kon maken. En het heeft me eigenlijk ook ontzettend verbaasd dat het tot 8 maanden meegaat. En we zijn nu aan een nieuw hoofdstuk begonnen, wat ik zei. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje jammer, want dan wordt ze groot. Maar goed, dat is natuurlijk de bedoeling ook bij baby's. Maar het was absoluut de investering waard. We hebben er ontzettend veel lol van gehad. En ik ben ook gewoon heel benieuwd hoeveel lol we hiervan gaan hebben. Dus ik zal ook even deze eruit halen. Mooi kleurtje, mooi kleurtje. Ja, ik wilde hem in een blauw hebben, want dat vind ik gewoon zo gaaf. Het is een beetje, blauw noemen ze het, maar ik vind het een beetje mintblauw. Dus hier zitten ze dan achter. Ik denk dat je die zo opklikt, we zullen het zo zien. En er zitten nog twee, ik weet eigenlijk niet wat dat zijn. Ik moet even in het boekje kijken en dan zullen jullie zo meteen zien hoe ik dit in elkaar ga zetten. Met mijn geweldige klusskills. Voordat we de stokken TripTrap Babyset kunnen bevestigen, is het natuurlijk handig dat we eerst het kuipje van de newborn seat eraf halen. En zoals je ziet heeft deze twee groene indicatoren. En dat is eigenlijk best een geruststelling, want je weet als ouders gewoon dat als je het groene ziet, dat het kuipje stevig bevestigd is en niet meer los kan komen. Boven de indicatoren zitten twee klepjes. En als je goed kijkt, zie je dat die van groen naar rood gaat. Als je deze indrukt en eigenlijk ook een beetje naar boven trekt, kun je het kuipje eraf halen. Dat is alles. Je laat ze weer los. En dan zet je hem neer. En dan zie je dat je eigenlijk gewoon al het stoeltje hebt. Volgens de handleiding is het belangrijk om eerst even te checken dat dit minimaal 4-5 centimeter is. Want er komt natuurlijk een dienblaadje voor, een kussentje in de rug. Dus het is wel handig als je kind ook nog ruimte heeft om op dit plankje te zitten. Is dat niet zo, gebruik dan zo'n dingetje om even de schroeven hier los te maken. Dan kun je het plankje wat naar voren drukken, of in ieder geval drukken duwen. En dan vervolgens maak je hem weer vast en dan kun je verder gaan. Eigenlijk is het geen hogere wiskunde. Het is de bedoeling dat de bovenste haakjes, dat je die haakt achter de bovenste latjes en de onderste haakjes achter de onderste latjes. Je gaat als volgt te werk. Je klikt de bovenste haakjes achter het bovenste plankje en de onderste achter de onderste. Een beetje tegenaan drukken. Ik denk dat het handig is als je met de onderste begint. Zet je een klein beetje kracht. En dan zitten ze eigenlijk ook. Dat is het. Dat is het alweer. Heb je gecheckt dat hij goed vast zit, dus je kunt overal even drukken. Dan is het tijd voor dit gedeelte. Hier zit je kindje in, beentjes aan twee kanten. En die maak je als volgt vast. Allereerst hou je een beetje schuin. Dan zitten er twee kleine pinnetjes. Die steek je eigenlijk een beetje erachter. Hier zitten twee inkepingjes, of tenminste uitsparingen. Daar stop je ze vervolgens in. Als volgt. Alweer. Heel simpel eigenlijk. Ging sneller dan ik verwacht had. En dan vervolgens klik je deze hierin. En dan heb je dus gewoon een stokken TripTrap met babyset. Om het leuk te maken doe ik zo nog even het kussentje erin en dan zie je dus hoe die eruit ziet. Nu ben ik dus het vergeten om het kussentje erin te doen. Tenminste in mijn geval, ik heb een kussentje. En dus moet je even iets openmaken. Hier aan de onderkant zit een minuscuul lipje, waardoor eigenlijk dit op zijn plek blijft, die druk je in. Vervolgens kun je hem dus openmaken. Nou, dan hebben we dus het kussentje. Er zit een inkeping in. Even testen. Dan kun je dus de kussen over het zitje doen. Aan de voor-
en de achterkant. En dan klik je hem weer vast. En dan ziet hij er dus zo uit. Dan heb je nog de kussen voor de rugleuning. Als je kindje groter is, kun je hem op een andere manier vastmaken dan dat deze babyset erin zit. Maar ja, goed, ik laat hem zien hoe je die met de babyset doet. Dus die doe je eigenlijk gewoon zo. Ook hier zitten weer klittenbandsluiting om het mooi aan te laten sluiten. Dus dan laat ik het even zien. Hier heeft een mooie klittenbandsluiting. Ik weet niet of je het goed kan zien. En aan de onderkant, tenminste hier zit eigenlijk van het klittenband, aan de onderkant ook. Doe je hem zo. En aan deze kant zo. Nou, dan zie je dus, het is een heel mooie kinderstoeltje eigenlijk geworden. Ik bedacht me nog, ik heb een dienblad. Deze kun je er eigenlijk gewoon heel ontzettend makkelijk opmaken. Aan de onderkant ziet hij er zo uit. En als je goed kijkt, zie je dat hier een inkepingje zit. En hier een inkepingje. En hier zit een soort lipje waarmee hij eigenlijk achter dit dingetje klikt. Dus je hebt hier van die riggeltjes. En daar klik je deze lipjes eigenlijk op. Dus dat gaat dan als volgt. Je zorgt eigenlijk dat ze erachter haken. Je zorgt dat ze erachter haken, maar nu vraag ik me af of dat wel een beetje lukt. Want ja, ik heb natuurlijk het kussentje erin gedaan. Dus ga ik toch even kijken. Zo, nou, klik. Nou, hij staat zoals je ziet. Het ombouwen van mijn stokken triptrap met newborn seats naar een stokken triptrap met babyset is me eigenlijk ontzettend meegevallen. Alles past, klikt, valt in elkaar. Dus daar is echt over nagedacht. Ja, het is gewoon een stokken product. Dus ja, geweldig. Kwaliteit voor het leven wat dat betreft. Ik ben ontzettend tevreden met hoe het eruit ziet. Ja, deze kleurtjes passen gewoon echt in het modebeeld. Ik hou van het zacht roze, een beetje met dat zeegroene. En ja, het dienblad. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat onze Reply-ervaringen te goede gaat komen. Bovenal ben ik gewoon ontzettend benieuwd wat mijn baby ervan vindt. Want het verschil met de newborn seat is natuurlijk wel gewoon dat ze hierin rechtop kan zitten. Dus ze kan ook echt meekijken. Je ziet ook gewoon dat ze tegenwoordig ontzettend leuk vindt om gewoon echt naar voren mee te doen. Met wat er aan tafel gebeurt. En dan wil ze gewoon echt mee kunnen doen. En dat kan gewoon nu. Dus wat dat betreft ben ik ontzettend blij. Ik hoor jullie denken, maar je had nog een pakketje. Dat klopt. Ik ben er inmiddels achter wat dit is. Dit zijn eigenlijk van die sliders die je onderaan de stoel vastmaakt. Zodat die nog stabieler staat en moeilijker om te werpen is. Iedereen die een stokken triptrap heeft, weet hoe stabiel die is. Maar goed, veiligheid voor alles. Dus dit maak je er gewoon heel makkelijk aan vast. En dan staat die, mocht je kindje zich met haar benen tegen de tafel afzetten. Je wilt het niet meemaken. Dus deze eronder. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden, leerzaam. Als je van plan bent om ook een stokken triptrap of een newborn seat te kopen, kan ik je dat van harte aanbevelen. Wij hebben er ontzettend veel lol van gehad. Maar goed, we zijn toe aan een nieuw hoofdstuk in ons leven en dat gaan we met deze doen. Dus ik hoop dat we hier net zoveel lol van hebben. En aan het product zal het niet liggen. Dus wat dat betreft zijn we heel tevreden. Dankjewel Stokken voor het opsturen van de spullen. En vond je dit een leuke informatieve video? Duimpje omhoog. En voor nu wens ik je een fijne dag. Dag!